Ik ben Sian Keel, ik ben 20 jaar, woon in Utrecht, hoekje bij Den Bosch en in Jong Oranje en studeer HBO-rechten. Ik ben begonnen in de jeugd vanaf mijn woonplaats in Maastricht en ben toen ik 13 was naar OZ vertrokken. Daar heb ik 5 jaar gespeeld. Vervolgens ben ik na afgelopen jaar naar Den Bosch overgestapt en zijn we landskampioen geworden. Mega mooi jaar achter de rug, dus dat is genieten. We zijn nu in voorbereiding voor een 6 landen toernooi, een mini-WK. En dat is ook in voorbereiding voor het grote WK in 2016 in Chili. Ontzettend mijn best doen om daar bij te kunnen zijn. Ik ben een aanvallende speler die vaak via de zijkanten binnenkomt en dan het liefst een voorzet geeft. Ik moet het hebben van mijn snelheid. Het oranje shirt voor mij betekent trots. Ik ben hartstikke trots dat ik dat mag dragen en voor mijn land mag uitkomen. Wat wel grappig is, is dat ik half Deens ben. Mijn vader is Deens. Ik voel me toch helemaal Nederlands. Maar het is wel mooi dat ik twee roots heb. Mijn ambitie is natuurlijk om ooit een Nederlands elftal te halen. Ik wil gewoon eerst me focussen op het WK 2016 in Chili, om daarbij te kunnen zijn. Natuurlijk is mijn ambitie om hoger op te komen en uiteindelijk voor het Nederlands elftal misschien wel een Olympische Spelen. Maar het allerbelangrijkste is om te genieten en als dat lukt, dan zien we wel hoe ver ik kom. Ik ben Sian Keel en ik ben op weg naar de wereldtop.